We staan hier in winkelcentrum Nova, want het winkelcentrum organiseert een gezondheidsactie. Vandaag is er een seniorenlunch, wij gaan zo even een hapje mee eten. En er is ook nog een informatiemarkt. En ik heb me laten vertellen dat het wellicht een jaarlijks terugkerend geheel wordt. Dus dan wordt het misschien nog groter. En iedereen is van harte welkom. In welk kader gebeurt dit? Nou, we hebben vanaf vandaag en dan morgen en zaterdag hebben we ons Healthy and Lifestyle evenement. Een evenement waarbij we echt de nadruk leggen op alle gezonde dingen, sport, beweging. En er zijn een heleboel activiteiten, er wordt een heleboel informatie gegeven. Er zijn kramen morgen, een soort infotainmentmarkt. Iedere dag wordt de fruit uitgedeeld aan de bezoekers van het winkelcentrum. Zaterdag komt een bekende kickboxer. Die komt hier voor een meet and greet en een demonstratie. Dus echt allerlei activiteiten op het gebied van gezondheid en een gezonde levensstijl. Is dat erg nodig? Ja, ik denk dat bewegen sowieso heel erg nodig is om sowieso te verbinden, om elkaar te ontmoeten, om samen te zijn. En voor de gezondheid is het natuurlijk ook prima, maar misschien nog wel meer voor de mentale gezondheid en de stemming dan voor het lijf. Want sommige mensen zijn in een bepaalde fase dat ze toch al veel dingen hebben moeten laten gaan. Voor mij is dit een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten. En ook te voelen en af te tasten wat ik voor ze kan doen, voor ze kan organiseren. Kunnen mensen bijvoorbeeld nog naar een valpreventiecursus of zijn ze dat moment al voorbij? Kunnen we andere dingen voor ze organiseren? En ik ben heel erg blij dat ik hier ben uitgenodigd. Ja, en de wind door de palm. Wat een gezelligheid. Volgens mij vermaakt jouw publiek zich uitstekend. Ja, dat denk ik ook. We hebben net een bewegingstherapeute hier gehad, Lucie. Misschien heb je die ook al gesproken. En de mensen zijn nu nog verder aan het bewegen, want ze hebben heerlijk gegeten, vol gegeten, geluncht. En nou moet er wat bewogen worden om alles te verteren en de spiertjes natuurlijk weer los te maken. En we hebben muziek gemaakt, we hebben polonaise gelopen met de rolstoelen en oude liedjes gezongen. Heeft u zich vermaakt? Kostelijk vermaakt, ja. Dat is leuk geregeld. Dus niet alleen het eten, maar ook alles eromheen? Ja, heel goed, ja. Dat is leuk. En is dat... Gaat u veel naar dit soort dingen of bent u juist wel blij dat er af en toe een keer iets georganiseerd wordt? Nou, ik vind het wel leuk dat zulke dingen georganiseerd worden, ja. Lekker gegeten? Gegeten, gezellig. En nog meegedaan met de oefeningen? Nou, dat dingetje hebben we meegedaan. En dat lukte wel? Jawel, ja. En nog polonaise gelopen? Nee. Maar wel aangemoedigd? Jawel. Okay. Voor de gezelligheid ben ik hierheen gekomen.